Het toeristische Italiaanse havenstadje Varese is het decor voor de start van de vijfde etappe in de Giro Rosa. Het is een enorme drukte en Marianne Vos heeft haar handen vol aan het uitdelen van handtekeningen en het poseren voor foto's. In de tussentijd spraken wij met Roxane Kneteman over of voeding belangrijk is in een etappekoers. Nou, in het begin van de week denk je dat je 5 borden pasta op kan. Dat wordt steeds een beetje minder omdat je steeds sneller vol gaat zitten. Maar dan is juist de truc om juist wel die 5 borden op te eten bijvoorbeeld. Maar ja, je moet gewoon goed eten, goed onderweg eten. Vandaag hebben we een uur klimmen en dan Finisberg op. En als we het binnen een uur redden in ieder geval, maar dat is het vooruitzicht. Nou, dan moet je natuurlijk vooral altijd proberen blijven eten. Terwijl het heel moeilijk is om met warm weer goed te blijven eten. Want drinken gaat wel. Maar eten vind ik wel heel erg moeilijk. Maar gelukkig, de verzorgers helpen ons er goed aan herinneren. Zeker na afloop om goed te blijven eten. Er is van alles en we komen niks tekort, gelukkig. De vijfde etappe is een lastige. Tijdens de lange klim in het begin van de etappe wordt het peloton uit elkaar getrokken. Na 50 kilometer is er een kopgroep weg met daarin Kneteman en Gagné. Aan de voet van de laatste klim van 17 kilometer is het peloton weer helemaal bij elkaar. En zijn de aanvallen niet meer te tellen. Vos heeft haar dag niet en verliest naast de etappe ook de roze trui. The last climb was quite long. It was a lot heavier than you really can anticipate. I knew it was only 14k, but the pavement was really rough, so 14k felt a lot longer, especially after being out in the hot weather today and yesterday. Yeah, but you stayed with Marianne all the time. Was that planned? The plan is to protect the pink jersey. So I stuck with Marianne, and we just paced up, and we did our best today. Nou ja, op zo'n klim dan. Hoef je maar een kleine off-date te hebben en dan, ja, dan kun je dat meteen zien. Dus ik werd er eigenlijk meteen aan de voet van de klim nou ja, werd ik onder druk gezet. En ja, daar wil je nog mee. Maar goed, dat bleek al snel niet te kunnen. Heb ik me eigenlijk al te veel opgeblazen. Gelukkig kwam Garnier toen langs. Daar kon ik net inpikken. Zij heeft heel netjes tempo voor me gehouden. Maar ja, het was een tempo wat eigenlijk veel te langzaam was. Maar goed, ik was wel heel blij met die hulp in ieder geval. Maar wat zegt dat nu voor de komende dagen? Nou ja, ik denk dat deze klim niet liegt. Dus die verhoudingen zijn wel duidelijk.